Data. Het lijkt een rots in de branding in de wereld van desinformatie. Maar is dat eigenlijk wel zo? In deze video neem ik jullie kort mee in de wereld van datavisualisatie en statistiek. En laat ik zien aan de hand van een voorbeeld hoe je met kloppende getallen toch nog misleidende informatie kan geven. De crisis rondom het coronavirus is een ingrijpend en actueel thema waar veel statistiek bij komt kijken. Je hebt ongetwijfeld al mooie grafieken op social media of tv gezien. Bijvoorbeeld deze grafiek op de Argentijnse televisie. Deze laat het aantal testen per miljoen inwoners zien. Argentinië is niet de beste als je dat vergelijkt met de landen, maar ze doen best redelijk mee, toch? Nou, laten we eens even wat beter kijken. Niet alleen getallen zijn data, maar ook de gele balken in deze grafiek is ook informatie. En klopt dat aan eigenlijk wel als je de grafiek in zijn geheel ziet? Kijk eens bijvoorbeeld goed naar de getallen tussen Argentinië en de Verenigde Staten. Of vergelijk de Verenigde Staten eens met de cijfers van Italië. Misschien valt je al iets op. Laten wij eens kijken wat er gebeurt als wij zelf vanuit deze cijfers een grafiek maken met kloppende informatie, visuele informatie met kloppende balken. Waar is Argentinië nu als je dat vergelijkt met de landen? Wat denk jij? Zal deze nieuwszender bewust onjuiste visuele informatie in de grafiek hebben gezet? Of is er sprake van een foutje en hebben we het dus over misinformatie? 5 tips om je niet te laten neppen en scherp te blijven als het gaat om datavisualisatie. Allereerst is het belangrijk om na te gaan wat wil deze statistiek eigenlijk vertellen. En nummer 2, krijg je de juiste informatie erbij? En misschien nog wel belangrijker is nummer 3, wie is de auteur of de verspreider van deze statistiek? Tip 4, past de visuele informatie ook daadwerkelijk bij de cijfers die worden gegeven? En als laatste, als het om grafiek gaat, kijk altijd goed of er een x- en een y-as bij staat en wat er dan precies op die assen staat. Hopelijk kijk je vanaf nu met een scherpere blik naar data en visuele statistiek aan de hand van de voorbeelden en de tips. Wil je het gesprek voeren met je klas over cijfers? Kijk dan eens op de les kritisch kijken naar cijfers op mbomediawijzer.nl. Dat was het. Hopelijk ben je weer een stukje mediawijzer.